praten meesken op het platteland minder over mentale problemen. Anne Goitske Breedler uit Moddergod die onderzoek wat resulteerde in het boek De Laatste Dagen van de Dorpsgek. Het boek leidt zo'n waasje in de winkel en geeft oer hoe het meesken op het platteland omgaan met geestelijke zoenens. Het is eigenlijk al je begon omdat een bevreunde psychiater die het eerst in Den Haag werkte en daarna in Ljouwert in het MCL aan de slag ging, die had toen een keertje mij zijn van er zijn echt wel hele grote verschillen te bemerken tussen de patiënten in de stad en die ik hier op het Friese platteland zag. En hij zei eigenlijk zo dat ze een onderzoek naar dwam hadden. Anne Goitske kan bij haar onderzoek echt treurige verhalen zien. Ik denk dat er wel één persoon is waar ik een heel soort mee praat, Willem Wening uit Harkema. En die had dit boek echt wel aangrepen als kans om het verhaal over zijn mem te doen. En die is dus opgegroeid in de Jermoed in de Friese Waarden. En op een gegeven moment is zij bij haar paken en Beppe te wenen kwam. En daar is ze jarenlang misbruikt terug haar paken. En daar had ze ook 2 ben van kregen. En Willem, die dus de zoon, ja, ik zoon wie van deze vrouw, wist dat heel nog net. Dat hij dus ook nog een oudere broer en zus hier. Dat is wel iets wat ik, nou ja, wel dat ik een heel soort respect voor haar, dat ik het zo moedig vind dat er dat ontwaart. Want dat ben toch wel misschien de allermoeilijkste verhalen om te vertellen. Juist het taboe wekt mijn interesse. Wat voor verhaal gaat erachter schuil? In de boeken die hij schreef vind ik weinig antwoorden, maar in de Friestalige biografie die over hem verscheen staan wel enkele aanwijzingen. Ik heb wel heel duidelijk een soort idealistisch doel met dit boek, dat ik toch wel meesken on het praten krijgen wil. En dan hoeft het net eerst zozeer dat meesken hulpziekje mat of zo. Het kan ook gewoon een keukentafelgesprek wijzen met meesken die dichtbij je staan, maar dat je on waren om gentelitten dat het net altijd goed gaat in het leven en dat dat heel gewoon is en dat je dus misschien daar wil jeder van komen had je dat maar uiterje. Onder het schreeuwen van het boek waart Anne Goitske mem van een zoon. Een drok hier, maar een volgende uitdaging zal ze net uit de wijk gaan. Ik stem wel hier altijd van leuke ideeën en nieuwe projecten, dus waar wit komt dat ik wel tussen trouw en ik had die liedje natuurlijk en ja, uiteindelijk nood denk ik eerst van oh, zo'n bevalling met dit boek. Ik wil even net scrollen, maar misschien een boek of zo. Ik vind het wel leuk. Dus ja, het is altijd wel ideeën genoeg wat dat betreft.